Voor Jeroen. Je was in een opperbeste stemming die morgen op weg naar het front. We reden voor de vierde dag van Misrata naar Sirte. Een tocht van 2,5 uur langs de Libische kust. Jij zat zoals gewoonlijk voorin naast Marwan, onze tolk en chauffeur. Marwan kende jouw gebruiksaanwijzing inmiddels. Als je niet moest fotograferen, viel je meestal in slaap. Maar daar had Marwan de perfecte remedie tegen. Een krakerige CD met opzwepende libische liederen. Kamelenmuziek noemden we het. Op het moment dat je begon te knikkenbollen, draaide Marwan de volumeknop op tien, zette de ramen open en scheurde met een bloedgang over de stoffige weg. Niet slapen, Oerlemans, je moet me wakker houden, riep hij. Waarop jij prompt in actie schoot en al zittend een soort van kamelenfolklore dans ten beste gaf. Je bond je Palestijnse sjaal om je hoofd, zette je zonnebril op en begon woest met je armen te zwaaien, terwijl je woestijnachtige kreten uitstoten. Dat ging minstens een half uur zo door, tot iedereen in de auto er doodmoe van werd en de stilte weer inviel. Zo arriveerden we in Sirt. Door de verlaten straten reden we naar de frontlijn. De spanning steeg, want er werd zwaar gevochten die dag. Iedereen voelde het in de auto. Jij ook. Maar je bleef grappen maken om de angst te verjagen. We waren je er allemaal dankbaar voor. Je wilde die dag foto's maken voor de Zilveren Camera. Een wedstrijd voor Nederlandse fotojournalisten. Je had het ook over een nieuwe tentoonstelling. Nog één dag en dan zou je naar huis gaan. Ik zie je nog staan, achter dat kapotgeschoten gebouw. Op een paar honderd meter van de sluipschutters van de IS. Het oorlogsgeweld dreunde en knalde langs alle kanten. Lange, stoere man met een camera. Dat vonden de rebellen ook. Ze mochten je. Gaven je mandarijntjes uit de kar met eten, midden op het plein. Die verslond je, want eten kon je. Dat wisten ze. En ze moesten er altijd om lachen. Lange, stoere man met een camera. Wat was het stil in de auto op de terugrit naar Misrata. Geen kamelenmuziek meer. Geen knikkenbollend hoofd. Geen lege zakken koekjes. Wat blijft? Zijn je foto's. We zullen ze koesteren, Jeroen. Lange, stoere man met je camera.